Goedemiddag allemaal in de zaal en ook mensen die thuis aan het meekijken zijn. We zitten in een pandemie. Hè? Laten we dat niet vergeten, we zitten nog altijd in een pandemie. En het is volgens mij een wonder dat we hier desondanks gewoon met z'n allen hier in het zaaltje bij elkaar zitten. Hè? Dat is toch vrij bijzonder dat dat kan. En dat is natuurlijk te danken aan het feit dat we beschikken over vaccins die ons beschermen tegen die rondrazende virussen, tegen die pandemie. Een van die vier vaccins is hier in Leiden ontwikkeld. Dat is natuurlijk bijzonder. Hè? Er zijn drie vaccins die eigenlijk in ieder geval in de grootte van de wereld de pandemie tot staan hebben gebracht. Dat is het Pfizer-BioNTech-vaccin, AstraZeneca-vaccin en het Janssen-vaccin. En het laatste vaccin is hier in Leiden grotendeels ontwikkeld. En onze spreker heeft daar een grote rol in gespeeld. De spreker is Hanneke Schuitenmaker. Zij is hoogleraar virologie en daarnaast mondiaal hoofd van vaccinontwikkeling van het bedrijf Johnson & Johnson, het bedrijf dat dit vaccin ontwikkeld heeft. Zij gaat u spreken over alles wat er gaande was, vooral in die hectische tijd dat vaccin in no time ontwikkeld moest worden. In de tijd ook dat allerlei lockdowns daar ontzettend veel complicaties bij zorgden. En ik ben heel nieuwsgierig naar haar verhaal en ik geef haar ook meteen dan het woord. Dank u wel. Goedemiddag. Ik liep net nog even een rondje door Leiden en het zonnetje piepte een beetje tussen de wolken door. En ik dacht, ik ben benieuwd wie er nu nog zin heeft om nog een keer naar een verhaal over corona en COVID te luisteren. Ik ben heel erg blij dat u hier toch aanwezig bent. Dus inderdaad, ik heb een verhaal over eigenlijk hoe mijn wereld eruit heeft gezien de afgelopen 2 jaar. En hoe dat vaccin vanuit Janssen Vaccins tot stand is gekomen. Mysterieus longvirus eist eerste leven in China, kopte RTL Nieuws op 11 januari 2020... Anderhalve week later informeert minister Bruins de Tweede Kamer over de uitbraak van een nieuw coronavirus in de Chinese stad Wuhan. Weet u nog waar u was toen u het hoorde? Misschien heeft het niet eens zoveel indruk op u gemaakt. Het was immers niet de eerste keer dat er in het verre Azië een uitbraak was van een ernstige ziekte die zou leiden tot een longontsteking en allerlei andere klinische verschijnselen. Ook ik weet eerlijk gezegd niet meer precies waar ik was toen dit mij ter oren kwam. Wat ik me wel nog goed kan herinneren is dat onze wetenschappers direct aanstonden. En typerend voor de wetenschap in het algemeen waren er natuurlijk meteen meer vragen dan antwoorden. Wat is de veroorzaker van deze ziekte? Wordt dit een pandemische griep? Zou een vaccin nodig zijn? En voor ons als bedrijf misschien nog wel relevanter, zou een vaccin überhaupt mogelijk zijn? Met terugwerkende kracht vormde dit nieuws het begin van een pandemie waar we dit voorjaar langzaam uitgekrabbeld zijn, maar die nog niet ten einde is. En hoewel er nog dagelijks vele nieuwe besmettingen worden vastgesteld, hebben we als maatschappij een manier gevonden om ermee te kunnen leven. Althans, in Nederland. De ommekeer is beïnvloed door verschillende factoren, maar het zal u niet verbazen dat ik er geen moment aan twijfel dat vaccins hier een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. En vandaag wil ik u meenemen in de wereld waar ik in leefde sinds de start van deze pandemie. Het voelde soms als een parallel universum en dat blijft misschien nog wel even zo. Want wist u dat een groot aantal klinische studies met ons vaccin nog altijd lopen? Zo lijkt een deel van de wereld klaar met deze crisis, maar wij zijn dat voorlopig nog niet. Midden januari 2020 werd de volledige genetische code van het ziekmakende virus gepubliceerd. En dit was cruciale informatie, want hierdoor wisten wij dat het om een coronavirus ging en konden we gaan puzzelen met ontwerpen voor een eventueel vaccin. Coronavirussen zijn een klasse virussen die in veel diersoorten voorkomen, maar die vooral in vogels en mensen gezondheidsproblemen kunnen geven. Het is een zogenaamd RNA-virus, dus de genetische code van het virus zit verpakt in een RNA-molecuul. Ons genetisch materiaal bestaat uit DNA. En dat RNA-molecuul kan dan direct door een geïnfecteerde gastheercel worden omgezet in eiwitten, waardoor weer nieuwe virussen gevormd kunnen worden.
Corona, u weet het inmiddels allemaal, is Latijn voor kroon. En het microscopisch uiterlijk van deze virussen lijkt op een kroon door een symmetrisch patroon van uitstekende bolletjes, zogenaamde spike-eiwitten. Ik denk dat velen van u nu rustig knikken. U weet het ook inmiddels allemaal al. Maar tot januari 2020 was Corona een biermerk en Spike de gitarist van een Haagse band. De analyse van het genetische materiaal van dit nieuwe virus toont dus een sterke verwantschap met andere coronavirussen. Maar tegelijkertijd wisten we ook, dit is een coronavirus wat we nog niet eerder gezien hebben. Het leek op SARS, het virus dat in 2002 een uitbraak had veroorzaakt in 29 landen, waaronder China, Hongkong, Taiwan, Canada en Singapore. SARS staat voor Severe Acquired Respiratory Syndrome. De gevolgen, toentertijd 8000 zieken en 774 doden. Dus ongeveer 1 op de 10 infecties was fataal geweest. Het nieuwe coronavirus leek ook, maar in mindere mate, op MERS. Het zeer dodelijke MERS-virus, het Middle East Respiratory Virus, dat vanuit kameelachtigen kan worden overgedragen op mensen. Dit virus werd in 2012 voor het eerst gevonden. Er zijn tot nu toe 1800 gevallen bekend met een vastgestelde MERS-infectie. En daarvan zijn er 640 overleden. Dus een veel hogere fatality rate, een 1 op de 3. En daarmee was MERS dus veel dodelijker dan SARS. Maar hoewel dit allebei alarmerende uitbraken waren geweest, waren de aantallen infecties die werden gerapporteerd voor SARS en MERS echt erg laag in vergelijking met de Spaanse grieppandemie in 1918. Daarin werden zo'n 500 miljoen mensen ziek, waarvan er 20 tot 40 miljoen zijn overleden, op een wereldbevolking toen de tijd van 1,5 miljard. Dus de impact was echt veel groter. En wij dachten en hoopten misschien onbewust dat het ook met dit coronavirus dus wel weer zou meevallen. Het was geen influenza en die andere coronavirussen hadden ook veel minder schade aangericht. Nou, inmiddels weten we helaas beter. Op 27 februari was de stemming in Nederland al aan het veranderen. Het was op die avond dat toenmalig minister van Medische Zorg, Bruno Bruins, een beroemd briefje kreeg aangereikt in een live tv-uitzending. De eerste bevestigde besmetting in Nederland. De optimistische en achteraf misschien wel naïeve gedachte dat dit aan ons voorbij zou gaan, veranderde langzaam in een gevoel van bezorgdheid en urgentie. Die omslag ontstond bij mij en mijn team dus al wat eerder. Want ik neem u even mee in de twee parallele werelden die uit elkaar beginnen te lopen op 11 februari 2020. Die van de internationale wetenschappelijke wereld, waar wij met Janssen een onderdeel van zijn, en de wereld daarbuiten. Terwijl zuidelijk Nederland de verkleedkleren uit de kast haalt en zich klaarmaakt voor het carnaval, bereid ik me voor op een door de WHO georganiseerde meeting in Genève. Met 400 collega-wetenschappers komen wij bij elkaar om deze nieuwe onbekende ziekte te bespreken. De nieuwe ziekte krijgt in die vergadering een naam, COVID-19, en het virus dat de ziekte veroorzaakt ook, SARS-CoV-2. Nu is het natuurlijk redelijk hilarisch om bij het vermoeden van het risico op een pandemie 400 wetenschappers uit de hele wereld in te vliegen en bij elkaar te stoppen in een grote zaal. Dit had zomaar het superspreader-event kunnen worden waar de mensen die geacht werden aan de oplossingen te werken voor een naderend wereldwijd gezondheidsprobleem massaal zelf ernstig ziek hadden kunnen worden. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. In die zaal, tussen al die wetenschappers, voelde ik heel sterk de discrepantie tussen het gevoel van urgentie in China en het gevoel van dit houden we er wel onder in de rest van de wereld. Er waren op dat moment 42.708 bevestigde COVID-19 gevallen in China. Het aantal doden was juist die dag boven de 1000 gekomen. En naast China waren er nog 24 andere landen die in totaal 393 gevallen hadden en 1 dode. Ging wat geroezemoes door de zaal. Voor de volledigheid, op dit moment zijn er bijna 500 miljoen mensen geïnfecteerd geraakt met dit virus. En zijn er 6,1 miljoen mensen aan de ziekte overleden. En dat zijn dus alleen de geregistreerde gevallen die door de Johns Hopkins Universiteit worden bijgehouden. Ik hoorde die getallen aan. 1000 doden. Dat waren er al meer dan SARS en MERS op hun naam hadden staan. Wat echter de grootste indruk op mij maakte, waren gek genoeg niet eens die aantallen. Maar de angst in de ogen van de leden van de Chinese delegatie. Waar sommige aanwezigen nog gniffelden om de slechte live-verbinding met een wetenschapper in China,
en om grapjes over of het wel zo handig was om zo dicht bij elkaar te zitten, was het lachen de Chinese wetenschappers inmiddels wel vergaan. Zij waren geïrriteerd, uitgeput en gefrustreerd over het ogenschijnlijk gebrek aan echte urgentie in deze bijeenkomst. Deze twee mannen waren binnen dit gezelschap waarschijnlijk de enige ooggetuigen van deze nieuwe ziekte. De enige in de zaal die besefte welke lelijke werkelijkheid er op de wereld afkwam. De ziekte had dan wel een naam gekregen, maar qua bekendheid had het echt nog heel veel terrein te winnen. De urgentie in China stond niet alleen in schril contrast met het schijnbare gebrek daaraan bij de aanwezige wetenschappers, maar ook bij de perceptie van de Nederlandse bevolking. Op 11 februari dacht menigeen nog, dit komt niet naar Nederland. 2 weken later, na de eerste besmetting op 27 februari, dacht men nog steeds, dit hebben we onder controle. En dit dammen we in. Begin maart, tijdens de uitbraak in Brabant, ontstond zelfs een soort scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland. Wij kunnen dit wel buiten de deur houden, dacht men in de Randstad. Misschien is die luchthartige denkwijze een soort mens-eigen overlevingsmechanisme. Een manier om te voorkomen dat je van ellende en wanhoop uit elkaar valt bij het horen van zorgwekkend nieuws. Maar voor mij was luchthartigheid vanaf de WHO-bijeenkomst absoluut geen optie meer. Het coronavirus was niet langer een probleem van China, maar iets wat ons vroeg of laat aan zou gaan. Ik weet niet of de Chinese delegatie eenzelfde uitwerking heeft gehad op anderen die daar aanwezig waren, maar ik had vanaf dat moment een permanent gevoel van urgentie. Ik wist zeker, we moeten vol aan de bak. Ik had het geluk dat dat prangende gevoel van urgentie in diezelfde week ik had het geluk dat ik dat in één keer kon overbrengen aan de leiders van de Janssen vaccinorganisatie. Vanuit de Amerikaanse overheid was inmiddels ook al een vergelijkbaar urgent beeld geschetst en de executive board van Johnson & Johnson besloot unaniem dat wij alles op alles gingen zetten om een vaccin te ontwikkelen. Een vaccin voor de wereld die in een pandemie verzeild zou raken en dus werd er meteen een not-for-profit label aangehangen. Vanaf dat moment veranderde aan de bak moeten in aan de bak gaan. In sneltreinvaart werden contracten opgesteld die niet alleen mogelijk maakten dat de Amerikaanse overheid het onderzoek van Janssen kon subsidiëren, maar ook dat we toegang hadden tot een netwerk van experts dat door hen was samengebracht onder de naam Operation Warp Speed. Grappig genoeg was dat netwerk mede ontstaan doordat Trump na de WHO-meeting in Genève dacht, wij trekken onze subsidie voor de WHO in, wij gaan dit zelf doen. En zo werd zijn notoire onvoorspelbaarheid als het ware een katalysator voor vaccinontwikkeling op de hoogst mogelijke snelheid. Wie had dat gedacht? In Operation Warp Speed kregen wetenschappers met relevante kennis en ervaring een tijdelijke aanstelling bij de Amerikaanse overheid om de ontwikkeling van vaccins en therapieën te ondersteunen. Op die manier werden Janssen en vele andere bedrijven aangemoedigd om zich volledig te storten op redmiddelen tegen deze toen nog naderende pandemie. Voor mij persoonlijk was het netwerk van Operation Warp Speed als een warm bad. Voordat ik bij Janssen werkte, en dat is inmiddels alweer 11 jaar geleden, heb ik 20 jaar in de academie gewerkt aan de bestrijding van HIV. En ook tijdens mijn periode bij Janssen heb ik gewerkt aan een HIV-vaccin. En nu waren er in 2020 natuurlijk niet zoveel experts op het gebied van SARS-CoV-2. En daarom werden er voor Warp Speed ook veel onderzoekers, veel virologen, immunologen uit het HIV-veld gerecruiteerd. En ik kwam hier dus al mijn buddies van vroeger weer tegen. Wetenschappers met wie ik jaren geleden al het wederzijdse respect en vertrouwen had opgebouwd. Die band vergemakkelijkte de samenwerking enorm. Er was sprake van friendly fire. Er was wel wedijver, maar iedereen dacht met elkaar mee. Werd mede-eigenaar van het probleem en deelde het gevoel van urgentie. Het devies was niet, Janssen, ga eens wat doen. Integendeel, er was echt sprake van samenwerking met z'n allen de schouders eronder. De business mindset die in ons bedrijf heerst, droeg er daarnaast aan bij dat er in rap tempo beslissingen werden genomen, waardoor we snel verder konden met de ontwikkeling van het vaccin. En u moet zich voorstellen, beslissingen nemen was in dit hele traject ontzettend uitdagend, omdat er zo weinig informatie was. Ook wij, net als premier Rutte, moesten 100% van de beslissingen nemen op basis van 50% van de informatie. En één ding dat we echt zeker wisten was dat we beter een beslissing konden nemen dan geen beslissing nemen. Waar begin je dan? Gelukkig hoefden wij niet vanaf nul te beginnen.
Wij werkten bij Janssen al vele jaren aan de ontwikkeling van vaccins tegen infectieziekten. Het uitgangspunt van een vaccin is altijd dat er een immuunreactie op gang wordt gebracht die iemand kan beschermen tegen een infectie of ziekte die wordt veroorzaakt door een pathogeen. In dit geval het coronavirus, waartegen het vaccin gericht is. Deze immuunreactie moet niet alleen effectief zijn, maar ook in voldoende mate aanwezig of snel op voldoende pijl kunnen worden gebracht op het moment dat iemand blootstaat aan zo'n ziekmaker. Bij de traditionele manieren om een vaccin tegen virussen te ontwikkelen, maken we gebruik van geïnactiveerd virus of een gedeeltelijk verzwakt virus of een klein stukje van het virus. Alle drie manieren kunnen een immuunrespons geven. Je traint als het ware je immuunsysteem door het bloot te stellen aan iets wat heel erg lijkt op het ziekmakende virus, maar waarvan je niet ziek wordt. Bij Janssen hebben we jarenlang gewerkt aan een nieuwe manier van vaccinatie, middels het zogenaamde ADVAC-platform. Het ADVAC-platform is een technologie die in 2001 werd ontwikkeld door Crucel, een Nederlands biotechbedrijf dat in 2011 onderdeel werd van Johnson & Johnson. Crucel was een van de eerste biotechbedrijven op Leidse bodem en was sinds de oprichting in 2000 volledig gericht op het ontwikkelen van vaccins en antistoffen voor de bestrijding van infectieziekten. De eerder aangehaalde SARS-epidemie maakte voor de toenmalige oprichters al duidelijk dat effectieve vaccins een belangrijk wapen zouden worden tegen een pandemie die ons vroeg of laat zou overkomen. Wie had gedacht dat deze innovatie van Leidse oorsprong bijna 20 jaar later zou bijdragen aan de bestrijding van een van de grootste pandemieën die onze wereld tot nu toe heeft gekend. Het ADVAC-platform is gebaseerd op adenovirussen die zich niet meer kunnen vermenigvuldigen, doordat er een deel van het genetisch materiaal van het virus is verwijderd. Wat dan overblijft, de adenovirale vector, is zeer geschikt om een stukje genetisch materiaal van een ander virus in te kunnen brengen. Het doel is dat dat stukje in het lichaam leidt tot de vorming van het juiste eiwit, wat uiteindelijk een immuunrespons teweeg brengt die beschermt tegen infectie of, second best, tegen ziekte. Inmiddels hebben we bij Janssen ADVAC al gebruikt voor ons goedgekeurde ebola-vaccin en voor onze kandidaatvaccins tegen HIV en het RS-virus. Dus de technologie om een vaccin te maken was binnen ons bedrijf al ver ontwikkeld. Maar dan nog, een vaccin tegen een nieuw virus, waar begin je dan? Weliswaar onvoorzien, maar het voordeel van de eerdere SARS- en MERS-uitbraken was dat er al voor de komst van SARS-CoV-2 onderzoek was gedaan naar coronavirussen. De wetenschappelijke wereld had in het vorige decennium al nagedacht over hoe een vaccin tegen deze pathogenen eruit zou kunnen zien. Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 werd daarom door alle vaccinmakers massaal gekozen als doelwit voor het vaccin. Dat is dus geen toeval of secret masterplan, maar juist een van de weinige stukjes van de puzzel dat al eerder gelegd was. Want ik wil nog maar eens benadrukken, weinig stukken van die puzzel waren al gelegd. We wisten dat we iets moesten met dat spike-eiwit, maar niet veel meer dan dat. We moesten het eiwit op de juiste manier ontwerpen om het te kunnen gebruiken in een goed werkend vaccin. En op de kans op beschermende immuniteit na vaccinatie zo goed mogelijk te waren, maken hebben we verschillende ontwerpen van dat spike-eiwit gemaakt en die vergeleken op immunogeniciteit, oftewel het vermogen om een goede antistofrespons op te wekken. En een goede immuunrespons op te wekken, niet alleen antistof, maar ook andere onderdelen van het immuunsysteem. Maar linksom of rechtsom, er zijn verschillende opties en je moet op een gegeven moment kiezen welk ontwerp je gaat gebruiken in het kandidaatvaccin. Onder normale omstandigheden zijn dit beslissingen waarbij je niet over één nacht ijs gaat. En nu met het oog van de wereld op ons gericht, was er geen tijd te verliezen. Ook hier gold weer, we konden beter de verkeerde beslissing nemen dan geen beslissing, want stilstaan was gewoon geen optie. We bevonden ons inmiddels in de eerste lockdown in Nederland, die inging op 16 maart 2020. Lege straten en vliegvelden vol met geparkeerde vliegtuigen zijn de beelden die iedereen nog wel bijstaan. Deze intelligente lockdown was bedoeld om de verspreiding van het virus in Nederland in te dammen en om de druk op de zorg hanteerbaar te houden. En terwijl Nederland massaal thuis zat en discussieerde wat nou precies een vitaal beroep was, hadden wij bij Janssen geen twijfel dat ons vak dat zeker weten was. Mijn team maakte overuren in zowel de home offices als in het lab. En terwijl mijn vrienden en kinderen zich frustreerden over sluitende musea en kroegen, en ook in die volgorde, respectievelijk, was ik persoonlijk eigenlijk best blij met de maatregelen.
Door het totale gebrek aan afleiding kon ik me nog beter richten op mijn werk. Het vinden van een geschikt vaccin tegen het SARS-CoV-2-virus. De lockdown legde bovendien ook iets moois bloot. De veelzijdigheid van het Leiden Bioscience Park. De vliegstop van onder andere KLM gooide namelijk niet alleen roet in het eten voor geplande vakanties en familiebezoeken, maar ook voor veel van onze samenwerkingen met wetenschappers in de Verenigde Staten, waar alles voorheen draaide om Global Village en iedereen is je buurman, zagen we nu ineens hoe de afhankelijkheid van dingen buiten handbereik je ook kwetsbaar kunnen maken. Het roer moest om. We moesten de bestaande lokale samenwerking in Nederland en specifiek in Leiden weer verder opzoeken en verstevigen. We hadden en hebben hierbij het grote geluk dat het Leiden Bioscience Park echt uniek is. Alle fasen van geneesmiddelenontwikkeling komen hier samen. Van vroege fase research tot klinisch onderzoek. En ik was opgelucht dat we daardoor sommige onderbrekingen in onze samenwerking met de VS op lokale schaal konden opvangen. En zo hebben we met het LUMC voorbereidend werk gedaan aan zogenaamde Human Challenge Studies. Om in het uiterste geval de werking van het vaccin in een gecontroleerde infectiesetting te kunnen onderzoeken. En ook werkten we intensief samen met twee top coronavirologen van het LUMC die in no time konden testen of de door ons vaccin opgewekte antistoffen dit nieuwe virus konden neutraliseren. En zo blijkt maar weer, beter een goede buur dan een verre vriend. Mede dankzij de lokale samenwerkingen konden we onze zoektocht naar een geschikt vaccin voortzetten. En ik zal u vertellen, de wetenschap blijft je ook in dit soort situaties verrassen. Met de kennis, hoe beperkt ook, die we hadden van het virus, hadden we een inschatting gemaakt van een aantal verschillende ontwerpen van dat spike-eiwit. Het ontwerp waarvan we dachten dat het beste zou zijn, bleek echter in die eerste set experimenten niet optimaal. En niet optimaal in dit stadium zou wel eens kunnen betekenen dat het in een later stadium niet effectief genoeg zou blijken. We realiseerden ons dat we nog een ander ontwerp op de plank hadden liggen, dat misschien wel optimaal was, maar waarvoor aanvullende data tot op dat moment ontbraken. We bevonden ons in een van de sleutelmomenten in de ontwikkeling van ons vaccin. Gaan we dit ontwerp, waarvan we eigenlijk nog weinig wisten, toch meenemen naar de volgende ronde? We hadden in die volgende ronde immers maar een plek voor twee, hooguit drie kandidaten. En de meest veelbelovende kandidaat zou voorlopen op de rest. Dus welke stop je dan in dat eerste slot? Met in mijn achterhoofd de leus we take the risk and I'll take the blame, besloot ik om dit design inderdaad verder te brengen richting productie van het vaccin wat geschikt zou zijn voor gebruik in mensen. En bij het voorsorteren op de eerste klinische onderzoeken gaven we zelfs voorrang aan deze kandidaat, waarvan we dus heel weinig tot niks wisten. Spannende weken braken aan. Wat nou als dit de verkeerde keuze was? Ik hoorde de stemmen al. Hoe heb je dat nou kunnen doen? Als de keuze verkeerd uitpakte, zou het ons 2 weken vertraging opleveren. Maar als onze inschatting klopte, hadden we met deze beslissing 2 weken gewonnen. Dat lijkt achteraf, gezien na 2 jaar coronamaatregelen, misschien waanzin. Wakker liggen om een eventuele vertraging van 2 weken. Maar in die periode waren 2 weken echt heel veel. Want terwijl een groot deel van de wereld angstvallig zat te wachten op een vaccin om ons uit deze pandemie te redden, wisten wij elke dag telt. De beslissing voor dit ontwerp werd natuurlijk genomen in overleg met mijn team. Maar waar ik normaal gesproken nog zou afstemmen met een hoger persoon in de organisatie, wist ik nu absoluut zeker dat die persoon niet een betere of meer weloverwogen beslissing zou kunnen nemen dan ik. Daarvoor was er simpelweg te weinig informatie beschikbaar over dit virus, de ziekte en een eventueel vaccin. Wat erg bijzonder was in die periode, was dat voor iedereen de prioriteit helder was. Iedereen was gefocust op hetzelfde doel en iedereen zette zich daar voor de volle 100% voor in. Ook bij het maken van beslissingen waar ik niet compleet zeker van was, voelde ik me hierdoor gesteund. Iedereen wist dat tijd en kwaliteit het allerbelangrijkste waren. 3 weken later, vrijdagmiddag 8 mei, kwam het verlossende telefoontje. We hebben goed gegokt. Hij geeft veruit de hoogste concentratie neutraliserende antistoffen. Het is inderdaad het beste ontwerp. Ik krijg er nog kippenvel van. Voor mij een moment van enorme ontlading. Tranen in mijn ogen. Dat klinkt voor u misschien absurd, maar als je werk onder een wereldwijd vergrootglas ligt, worden ook alle emoties uitvergroot. Zowel de dalen als gelukkig ook de pieken. Omdat we dus al at risk begonnen waren met het beste ontwerp, of met in ieder geval wat het beste ontwerp was gebleken, stond 10 weken later op woensdag 22 juli al de volgende minstens net zo emotionele mijlpaal voor de deur.
Ons kandidaatvaccin was klaar voor de first in human study. Het zou voor de allereerste keer in een mens getest worden. In diezelfde periode is er een persconferentie over de zorgen over de oplopende aantallen besmettingen, waarin iedereen wordt opgeroepen zich aan de basisregels te houden. De anderhalve meter zomer zet voort. Tegelijkertijd staan mijn collega en ik in onze clinical unit in Antwerpen te kijken naar een vrouw die op veel minder dan anderhalve meter afstand staat van de eerste deelnemer van onze klinische studie. Het kandidaatvaccin werd exact om 10:55 uit de apotheek gehaald en om exact 11:00 ingespoten in de bovenarm van die eerste deelnemer. En terwijl de deelnemer ons kandidaatvaccin ontving, bemerkte ik bij mezelf diezelfde ontlading als bij het verlossende telefoontje 10 weken eerder. Dit keer was er naast kippenvel en ontroering echt ook een ander gevoel. Het gevoel van dankbaarheid. Dankbaar dat er mensen zijn die bereid zijn om mee te doen aan onze en andere klinische studies. Want zonder hen was er geen enkel vaccin ontwikkeld. Als je vanaf de buitenkant naar dit proces kijkt, lijkt het compleet lineair. We starten bij A, doen dan B, doen dan C, et cetera. In werkelijkheid loopt alles echter voor een groot deel parallel. Niet alleen bij de ontwikkeling van ons vaccin tegen COVID-19. De klinische studies die in de zomer van 2020 opgestart werden, stonden al lang in de stijgers. De voorbereidingen van de verschillende teams binnen Janssen vielen constant als een rits in elkaar. Terwijl het ene team bezig was met het vinden van het juiste ontwerp, was een ander team al lang bezig met het opzetten van de juiste testen om samples te kunnen meten van mensen die meededen aan het klinisch onderzoek. Ook voor hen was het een race tegen de klok. De kans op een werkende test moest zo groot mogelijk, de risico's zo klein mogelijk en de kwaliteit zo hoog mogelijk. We ontwikkelden deze testen tegelijkertijd zowel in huis als bij contractpartners om de kans op een werkende test te vergroten. Alles moest en zou op tijd klaarstaan voor de eerste samples. Het lijkt denk ik het meest op een estafette. Je moet al gaan rennen als je ziet dat de loper met het stokje nadert en het stokje op volle snelheid overpakken zodat er absoluut geen tijd verloren gaat. In feite stond vanaf januari 2020 op ieder moment een groot deel van de organisatie aan met één en hetzelfde doel, het vinden van een werkend vaccin. Over de maanden heen bewoog er een vergrootglas over de organisatie dat steeds de inspanningen van één team in de spotlight en onder extra druk zette. Eind augustus was de beurt aan de afdeling klinische immunologie. De eerste samples van de deelnemers kwamen binnen en moesten meteen worden getest om maar zo snel mogelijk resultaat te hebben. Volgens de afdeling data management om de data te verzamelen, de afdeling statistiek om de data te analyseren, de afdeling biomarkers om de resultaten te interpreteren. Op 5 september 2020 hadden we de eerste data van 4 weken na 1 prik in gezonde volwassenen. Het resultaat, het vaccin werd goed verdragen in mensen en ook zagen we dat het vaccin een immuunrespons had opgewekt. De resultaten waren goed, maar riepen vervolgens natuurlijk weer net zoveel vragen op als antwoorden. Is deze immuunrespons na 1 prik met het vaccin voldoende om te beschermen? Of moeten we toch 2 prikken geven? En gaan we voor de lage of gaan we voor de hoge doses? In de storm van mediaberichten over klinische onderzoeksresultaten van vaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen leek het misschien een bijzondere keuze om voor 1 prik te gaan. Wij waren namelijk de enige met die strategie. Wat wellicht velen van u niet weten, was dat de Wereldgezondheidsorganisatie al veel eerder in de pandemie een zogenaamd Target Product Profile had gepubliceerd. Een beschrijving van eigenschappen waar het ideale vaccin aan zou voldoen om deze voortslepende pandemie onder controle te brengen. De criteria waren als volgt. Het vaccin moet idealiter houdbaar zijn in de koelkast, effectiviteit hebben van minimaal 70% en dat percentage bij voorkeur bereiken met een enkele vaccinatie. Die criteria kwamen voornamelijk voort uit praktische redenen. Stabiliteit bij koelkasttemperatuur maakt distributie mogelijk in gebieden met minder goede infrastructuur. En een enkele vaccinatie betekent dat slechts de helft van de vaccinatiecapaciteit nodig is in vergelijking met 2 doses. En ook is het in veel delen van de wereld logistiek uitdagend om dezelfde mensen 2 keer te prikken met het juiste tijdsinterval. Onze beslissing om te testen of een enkele dosis genoeg was voor bescherming tegen COVID was echter meer dan alleen praktisch. Natuurlijk speelde de voorkeur van de WHO mee. Maar onze keuze werd ook aangedreven door de snelheid van de pandemie en de nog altijd onzekere zoektocht naar effectieve vaccins. Op dat moment waren er geen vaccins. En we realiseerden ons, misschien zijn wij straks wel de enige met een werkend vaccin. En hoe kunnen we dan zoveel mogelijk mensen vaccineren?
Dus ik zeg dat niet uit borstklopperij. Het was immers ook mogelijk dat wij geen werkend vaccin zouden vinden. Maar in het beste geval konden we met een effectief vaccin, met één prik, 2 keer zoveel mensen vaccineren in een beperkte hoeveelheid tijd. Daarnaast zouden we een werkend vaccin met een single dose minstens 2 weken eerder beschikbaar kunnen stellen dan een 2-doos vaccin. Simpelweg omdat er voor het beste resultaat met ons vaccin minimaal 2 maanden moeten zitten tussen de eerste en de tweede dosis. Resultaten van onze klinische studies zouden dan dus pas een stuk later duidelijk worden. Tijd die we ons op dat moment gewoon niet konden permitteren. Uiteindelijk besloten we om 2 aparte fase 3 studies uit te voeren. 1 om te testen of een enkele dosis voldoende bescherming bood en 1 waarin naar 2 doses werd gekeken. Beide studies werden in verschillende landen op 4 verschillende continenten gedaan om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een wereldwijde effectiviteit. Er werden door onze data science organisatie testlocaties geselecteerd in gebieden waarin hoge incidenties van SARS-CoV-2-infecties werden voorspeld. Omdat we daardoor dan zo snel mogelijk zouden kunnen concluderen of ons vaccin werkte. Want je hebt dan natuurlijk eindpunten nodig. Je hebt infecties nodig in je placeboarm. En dan moet je kunnen beoordelen of je minder infecties hebt in je vaccinarm. Er werden volwassenen van 18 jaar en ouder geïncludeerd, met voldoende mensen van 65 jaar en ouder, om te zien of het vaccin ook in ouderen zou werken. Inclusie van deelnemers werd verder gebalanceerd op basis van ras en etniciteit en op aanwezigheid van medische condities. We planden een inclusie van 60.000 deelnemers in de single-dose-studie en dat in een kwestie van weken en in parallel een inclusie van 30.000 mensen in de 2-dose-studie. Ter vergelijking, normaal gesproken bevat een klinische studie naar de werking van zo'n vaccin een groep van ongeveer 20.000 personen en loopt zo'n onderzoek over jaren. U voelt het al, een flinke uitdaging. De logistiek van zo'n internationale klinische studie is indrukwekkend. Van honderden deelnemers wereldwijd werden meerdere bloedmonsters genomen om zoveel mogelijk informatie te krijgen. Maar belangrijker, van iedereen die COVID-achtige klachten had, werd om de dag een neusswab genomen. En die moesten allemaal worden opgewerkt om te testen op COVID. Alle gegevens moesten natuurlijk geregistreerd worden. Samples moesten opgeslagen worden, zodat ze teruggevonden konden worden. Getransporteerd naar andere laboratoria voor specifieke bepalingen en ga zo maar door. Al die stappen om de effectiviteit van het vaccin te kunnen bepalen. En dat te midden van een pandemie waarin veel onvoorspelbaar is. Het gigantisch aantal deelnemers was niet de enige uitdaging waar we voor stonden tijdens de klinische trialfase. In december 2020 verschenen wederom alarmerende nieuwsberichten. Het coronavirus verspreidde zich nog sneller dan eerst. De coronabesmettingen liepen op tot torenhoge aantallen. En in aanloop naar kerst werd daarom op 15 december een nieuwe lockdown afgekondigd. In een toespraak vanuit het torentje sprak minister Rutte ons toe. Alle publiek toegankelijke locaties werden gesloten. We mochten maximaal nog 2 bezoekers per dag ontvangen thuis. En niet-essentiële winkels moesten dicht. Op dat moment kwamen onze 2 parallele werelden plotseling echt erg dicht bij elkaar. Waar de testraten van de GGD overuren draaiden en bijna verdronken in de gigantische besmettingsgolf, gebeurde datzelfde in onze trials. Alle deelnemers in onze trials moesten met hoge regelmaat dus die neus- en keelswaps afnemen om te testen of ze COVID-19 hadden. En ook het verwerken van die swaps kwam plotseling in het gedrang. Het waren er gewoon te veel. Ik was onder de indruk van het oplossingsvermogen van de externe bedrijven waarmee we samenwerkten. In die kerstperiode werden zelfs familieleden getraind om te kunnen helpen bij het verwerken van de samples. De boksen met droogijs stonden tot het plafond opgestapeld in de gangen. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen. En zo zorgden ze ervoor opnieuw met alle schouders eronder dat het testen ondanks alle hectiek kon blijven doorgaan en ons klinisch onderzoek geen vertraging opliep. En dan waren er nog de constant opduikende varianten van het coronavirus in Latijns-Amerika en ook in Zuid-Afrika. En die waren van grote invloed op de klinische trials, omdat die voor een deel dus ook daar liepen. En we wilden een vaccin ontwikkelen voor wereldwijd gebruik. Maar met de komst van die beta-variant in Zuid-Afrika in januari begon het hele riedeltje natuurlijk opnieuw. Want we wisten nog niet of ons vaccin werkte. Dus het gonste al binnen de muren, moeten we nu weer een nieuw vaccin maken? Nou ja, voor de zekerheid begonnen we er maar aan. Terwijl we dus aan het wachten waren op de resultaten van ons eerste vaccin. Terugblikkend op die periode vind ik het nog steeds miraculeus dat we uiteindelijk in staat waren om op vrijdagavond 22 januari 2021, dus 4 maanden na de start van onze fase 3 klinisch onderzoek met de single dose regimen, om de zogenaamde database lock in te stellen voor onze single dose studie.
We hadden voldoende COVID-gevallen op alle continenten om een betrouwbare berekening te doen van eventuele beschermende werking van ons vaccin. En in plaats van ontlading voelde ik op dit moment vooral een soort leegte. Out of my hands, dacht ik. Ik heb er geen invloed meer op. Je kunt op dat moment niks anders dan afwachten wat er gaat gebeuren. En dat is behoorlijk zenuwslopend. Pfizer en Moderna hadden in december 2020 bekendgemaakt dat hun vaccins meer dan 90% bescherming boden tegen COVID-19. En terwijl de wereld opgelucht en hoopvol was, de redding leek vanuit dit moment immers nabij, was ik vooral verrast en onder de indruk. En om eerlijk te zijn ook wel een beetje zenuwachtig, want wat zou er uit onze studies komen? Op zaterdagmiddag 23 januari wisten wij dat ons vaccin met een enkele dosis voor 66% bescherming bood tegen COVID-verschijnselen en voor meer dan 80% tegen ernstige ziekten. Dit leverde op dat moment toch een bitterzoet gevoel op. In eerste instantie waren we hier blij mee. Het voldeed immers aan onze criteria en die van de WHO, die ik al eerder noemde. Maar in het licht van de effectiviteit van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna sloeg ons gevoel van blijdschap om in onzekerheid. Is die 66% wel genoeg? In de buitenwereld gingen alle percentages hun eigen leven leiden. Dat kunt u zich vast ook nog wel herinneren. Maar gelukkig konden we het intern, zoals het een stel wetenschappers betaamt, goed nuanceren. We wisten dat wij als enige de trials over de hele wereld hadden gedaan, waardoor ook de iets minder makkelijk te neutraliseren beta-variant in onze studies terecht was gekomen. Dit in tegenstelling tot de studies die met de mRNA-vaccins waren gedaan. En bovendien was het doel van de vaccinaties om de gezondheidszorg wereldwijd te ontlasten. De wereldwijde distributie van vaccins speelt daarin een grote rol. En iets wat het makkelijkst gaat met een stabiel vaccin dat goed blijft op koelkasttemperatuur. Dus ons vaccin, net als dat van AstraZeneca, voldoet aan die criteria. Wij hebben ons derhalve met goede moed voorbereid op de grote presentatie aan de adviescommissie van de FDA. Dat is de medicijnwaakhond van Amerika. Een doorslaggevend moment dat plaatsvond op 26 februari. Die dag moesten we in een openbare bijeenkomst het hele werk presenteren aan een commissie van deskundigen. Dat houdt in, hoe hebben we dit vaccin ontworpen? Wat waren de resultaten in het lab? Hoe goed wordt het verdragen in mensen? En hoe goed beschermt het vaccin tegen infectie en ziekte? Na afloop van de presentatie beantwoordden wij nog wat vragen, discussieerde de commissie over onze data en stemden de leden over goedkeuring van ons vaccin voor noodgebruik. De FDA beslist dat dus voor Amerika. In Europa heeft de EMA die rol en de Afrikaanse landen volgen vaak het oordeel van de WHO. U denkt misschien dat zo'n presentatie dagelijkse kost is voor mij als hoofd virale vaccinontwikkeling, maar ik zal u vertellen, ik heb even gedacht dat ik erin zou blijven. De meeting was, zoals vrijwel alles in die tijd, virtueel. Dus ik zat thuis in mijn thuiskantoor met 3 beeldschermen. Er was wel flatterende verlichting en een professionele achtergrond bij mij thuis bezorgd. En ik moest presenteren vanaf een zelfgemaakte autocue. Ik zat te wachten tot ik moest beginnen aan het deel van mijn presentatie. Of aan mijn deel van de presentatie. En mijn hartslag was zo hoog dat ik even bang was dat ik voor het oog van de commissie en alle belangstellenden die hadden ingeschakeld op het YouTube-kanaal voor mijn webcam zou bezwijken aan een hartaanval. En ik moest mezelf echt weer even tot de orde roepen waar ik op dat moment mijn focus moest hebben. Maar gelukkig liep dat, zoals u ziet, ik ben er nog, liep het anders en heeft niemand er geloof ik iets van gemerkt. En kon ik de presentatie tot een goed einde brengen. Aan het einde van die meeting en door het tijdsverschil met de VS was het inmiddels 11:30 s'avonds, kwam de stemming en het verlossende woord van de commissie. Het Janssen COVID-19 vaccin werd unaniem goedgekeurd voor noodgebruik. Emergency Use Authorization. Ons vaccin mocht in de Verenigde Staten worden toegediend en als wapen worden ingezet tegen de coronapandemie. Fantastisch nieuws. Dat was waar we het hele jaar naartoe hadden gewerkt. Maar vergis u niet, ook hier eindigde onze meeting net als iedere andere Zoom-meeting. Niet toasten met champagne, geen feestje, geen shoulder padding, maar gewoon computer uit. Daarna wel met een glimlach van oor tot oor mijn hond uitgelaten. 2 weken na de goedkeuring van ons vaccin door de FDA volgde ook het positieve advies van de EMA. Dat was op 11 maart en de goedkeuring van de Europese Commissie. En in deze periode van goed nieuws herinner ik een e-mail die ik ontving van een collega van mij die al heel lang in het vak zit, met een felicitatie en een welgemeend advies. Enjoy it while it lasts, because it doesn't get any better than this.
Dat schreef hij mij. En hij wist al, nu je het vaccin de wereld instuurt, gaat er pas echt van alles gebeuren. Ik vond het wat cryptisch op dat moment, maar mijn collega kreeg gelijk. We werden geconfronteerd met een safety signaal van ons vaccin. Doordat ons vaccin in één keer aan miljoenen mensen werd toegediend, ontstond er een razendsnelle opeenstapeling van nieuwe informatie. En het gevolg, op 14 april 2021, een maand na de goedkeuring door de EMA, mocht het Janssen-vaccin tijdelijk niet meer worden toegediend. Zoals de EMA het omschreef, informatie over een nieuwe of bekende bijwerking die door een geneesmiddel kan worden veroorzaakt, moest nader worden onderzocht. Zoals de media het omschreef, de prikstop. Hoewel mijn team net aan het bijkomen was van maandenlang keihard werken aan een vaccin, moesten we met de komst van deze bevindingen ook weer keihard aan de slag. Ik ben nog steeds onwijs trots op dat team, dat elke keer weer alles op alles zet. In rap tempo verzamelden we gegevens waaruit bleek dat de voordelen van het vaccin in het voorkomen van COVID-19 opwogen tegen het risico op de ernstige, maar uiterst zeldzame bijwerking. De Amerikaanse overheid kwam gelukkig ook tot die conclusie. Op 20 april 2021, minder dan een week na het safety signaal, kreeg ons vaccin daarom weer groen licht. Eén dag later, bent u er nog, stond de volgende gigantische mijlpaal voor de deur. De eerste prik in Nederland met het Janssen-vaccin. En het is natuurlijk niet geheel toevallig dat ik vandaag hier in het Rijksmuseum Boerhaven mijn verhaal aan u mag vertellen. Want in dit museum, en ik heb net begrepen één verdieping hoger, werd toentertijd voor het eerst in Nederland een prik gezet met ons vaccin. 21 april 2021, inmiddels bijna precies een jaar geleden, werd hier een medewerker van de GGZ als eerste ingeënt met het Janssen COVID-19-vaccin. Onder toeziend oog van toenmalig minister en van Volksgezondheid Hugo de Jonge. De flacon van het vaccin is daarna overgedragen aan Amito Haarhuis, de directeur van het museum, om opgenomen te worden in de Rijkscollectie. Ik heb u al verteld over een aantal momenten van emotionele ontlading in deze maandenlange achtbaan rondom de ontwikkeling van het vaccin. En deze eerste vaccinatie in Nederland hoorde daar zonder twijfel ook bij. Onze strijd tegen de pandemie ging een nieuwe fase in. In de maanden erna bleek de achtbaan nog niet klaar te zijn. In juni sprak de jongen nog van dansen met Janssen in een poging om zoveel mogelijk jongeren te bewegen zich te laten prikken. Een goede week later raadde de gezondheidsraad aan om alleen nog mRNA-vaccins in te zetten. En weer een paar maanden later verscheen nieuw wetenschappelijk onderzoek over de langdurige bescherming tegen COVID-19 met het Janssen-vaccin. We dachten aan het eind van een golf te zitten, maar daar was Omicron, de variant die veel besmettelijker leek te zijn. De noodzaak van boostervaccinaties, een nieuw vaccin gebaseerd op dat Omicron-variant. De gouden regel binnen mijn werkveld werd maar weer bevestigd. De wetenschap staat nooit stil en dit virus voorlopig ook nog niet. Vandaag de dag, op zaterdag 9 april dus nog steeds niet. Ook nu liggen onze parallele werelden vermoedelijk weer mijlenver uit elkaar. 2 weken geleden werden de laatste coronamaatregelen in Nederland opgeheven. De lentekriebels beginnen weer te komen. En iedereen denkt, we mogen weer. De pandemie is voorbij, het gevaar is weg en het leven gaat weer door waar het in januari 2020 gebleven was. Voor mijn collega's en mijzelf is het tegenovergestelde aan de orde. Voor de buitenwereld is ons vaccin af, maar binnen Janssen loopt er nog zo ontzettend veel. Veel trials met ons vaccin zijn nog bezig, inclusief die met de boosters. Door de komst van Omicron wordt de looptijd hiervan alleen maar verder opgerekt. We onderzoeken nog steeds of ons vaccin beschermt tegen alle verschillende virusvarianten. En is de lange follow-up van al die studies om eventuele lange termijn effecten van ons vaccin uit te sluiten noodzakelijk. Daarnaast is ons vaccin inmiddels geregistreerd in 58 landen en onderhouden wij al die dossiers. Dat klinkt allemaal veel minder spannend en urgent, maar het is wel de werkelijkheid en bovendien noodzakelijk. Waar de wereld eindelijk weer het gevoel heeft adem te kunnen halen, draait de Janssen-organisatie nog steeds op volle toeren. En dat geldt zeker nog tot ver in volgend jaar. Daarmee moeten we ook niet vergeten dat een groot deel van de wereldbevolking nog altijd niet gevaccineerd is tegen COVID-19. En we hopen dat ons vaccin een belangrijk wapen zal blijven in de wereldwijde aanpak van de pandemie. Voordat ik deze lezing afsluit, wil ik u graag nog even meenemen in wat we, denk ik, als land, als geneesmiddelenbedrijf en als virologen hebben geleerd van deze pandemie en van de strijd tegen het razendsnel om zich heen grijpende coronavirus. Allereerst de complementariteit van de academische wetenschap en de farmaceutische industrie.
Hoewel de nationale en internationale media onveranderlijk kopten over AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, wil ik benadrukken dat de ontwikkeling van het Janssen-vaccin ons zonder de inspanningen van bijvoorbeeld het Leids Universitair Medisch Centrum niet was gelukt. We hebben elkaar echt nodig. Precies om die reden ben ik ook ontzettend blij om met Janssen-vaccins deel uit te maken van de Leidse wetenschap. Omdat hier echt een dialoog plaatsvindt tussen de academische en private sector. Ik geloof dan ook dat we echt moeten blijven investeren in die lokale kennisinfrastructuur. En begrijp me niet verkeerd, ik wil geen chauvinisme propageren. Maar dat is in de afgelopen 2 jaar wel heel belangrijk gebleken. Dat we ook lokaal samen voor elkaar moeten kunnen krijgen. Een andere grote les voor mij was een nieuw begrip van pandemic preparedness. Heel veel mensen hebben voor COVID-19 tijdens colleges, congressen en lezingen gepraat over pandemieën. Ook ik. Wat ik echter nooit eerder meenam in zo'n college waren de aspecten die je zelf in een pandemie meemaakt. Lockdowns, virtueel vergaderen en verminderde laboratoriumcapaciteit waren dingen waar ik echt nooit over na had gedacht tijdens mijn werk met uitbraken van ebola of de HIV-pandemie. Wanneer je zelf in een pandemie terechtkomt, moet je de hele boel ineens helemaal anders gaan organiseren. Dat is ons gelukt, dat is ons team gelukt. En hierdoor zijn we nu ook weer meer voorbereid op de toekomst en hebben we een grotere flexibiliteit kunnen creëren. Ik hoop dat ik u in de afgelopen 45 minuten een kijkje heb kunnen geven in mijn wereld in de afgelopen 2 jaar. De what-if-vraag die aan mijn vakgebied altijd werd gesteld, was ineens de keiharde werkelijkheid. We weten dat we in Nederland zo'n 17 miljoen bondscoaches hebben als het Nederlands elftal speelt. We waren de afgelopen jaar ook geregeld met 17 miljoen virologen. En soms was het moeilijk laveren in de wetenschap dat het oog van de wereld op ons gericht was. Maar ook natuurlijk heel mooi dat ons vak zo in de schijnwerpen stond. Het belang van een goede gezondheid, maar ook de kracht van vaccins is gebleken. Maar bovenal de kracht van samenwerking en het vermogen van mensen om zichzelf weg te cijferen voor een gemeenschappelijk doel zullen mij altijd bijblijven. Voor mij persoonlijk stonden de afgelopen jaren bol van gevoelens van urgentie, spanning, ontlading, trots, alles daartussenin. En daar waar de wereld nu heel erg toe is aan wat weer mag, kijk ik vooral heel erg uit naar even helemaal niets. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, ik krijg hem deze keer wel aan. Heel, heel goed. Heel erg bedankt, professor Schuitenmaker, voor dit persoonlijk getinte verhaal. We hebben natuurlijk allemaal persoonlijke verhalen meegekregen de afgelopen jaren. Van patiënten, van slachtoffers, van mensen in de zorg, noem maar op. Maar het is ook wel eens leuk om de enorm enerverende ervaringen te horen van iemand die aan de andere kant van het verhaal bezig was. Namelijk in de wetenschap. Hè? De wetenschap die ook een bijzonder spannende tijd, een inspannende tijd heeft meegemaakt. Ik verzuimde Moderna te noemen in het rijtje vaccins wat ik in het begin noemde. Dat wil ik nog even corrigeren. Maar ik geef nu graag het woord aan de zaal. Want ik kan me voorstellen dat er vragen zijn voor me, professor Schuitenmaker. Als u uw hand opsteekt, dan krijgt u de microfoon. Goedemiddag, bedankt voor je presentatie. Ik ben Annemarieke Mustert. De toekomst. Janssen die blijft eigenlijk in Nederland een beetje achter ten aanzien van de vaccinaties. Er komen steeds weer nieuwe versies van COVID, SARS. Je leest al dat er neussprays komen voor bescherming van de verschillende soorten en SARS en zelfs griepen voor diezelfde spray. Wat is uw visie op die toekomst? Even de heel nabije toekomst. Ons vaccin wordt inderdaad niet heel erg in Nederland gebruikt, maar we zien dat sowieso de boosteractiviteit wat afneemt. Er zijn delen in de wereld waar echt het percentage gevaccineerden nog veel lager is en waar het vaccin dus nog wel volop gebruikt wordt. Waar eigenlijk de vaccinatiecapaciteit zelfs voor een eerste dosis te laag is om snel iedereen te kunnen vaccineren. Dus dat is wel iets wat we moeten verbeteren in de toekomst. Dat ook die logistiek
goed bekeken wordt en hoe we daar een betere job kunnen doen als wereld. Hè? Toen de tijd met de Mexicaanse griep, die we niet meer zo noemen, maar zo kent iedereen hem, is er geen enkel vaccin naar het Afrikaanse continent gegaan. Dat is in deze pandemie beter geweest, maar nog steeds percentage uiteindelijk gevaccineerde mensen is daar gewoon veel te laag. Dus we moeten met elkaar dat probleem aanpakken. U spreekt over de neussprays. Ik neem aan dat u Leiden Labs bedoelt, die daarmee mooi onderzoek aan het doen zijn. Wat natuurlijk geldt voor alles wat nog in vroege ontwikkeling is, moet natuurlijk blijken of het ook echt werkt. En blijft dat ook afhankelijk van gebruik. Hè? Dus het is altijd waar mensen moeten denken aan dat je dat dan ook regelmatig moet gebruiken om jezelf te beschermen. Zie je dat mensen dat snel vergeten? Hè? Ik gaf dat vroeger ook altijd in mijn college van wie heeft er wel eens een antibiotica kuur niet afgemaakt? Nou, dan steekt toch geloof ik wel 90% zijn hand op. Dus vaccinatie, het mooie daarvan is dat je 1 of 2 prikken, misschien een booster. Maar daarna hoef je er eigenlijk niet meer bij stil te staan, want dan ben je beschermd. En dus ik denk dat sommige mensen reageren niet goed op vaccinatie. Of zoals nu zien we dat die varianten er een beetje doorheen piepen. En dan zou je dus verschillende dingen naast elkaar misschien kunnen gaan gebruiken om een toch waterdichter bescherming te krijgen. Dus ik hoorde dat ook gisteren weer, dat er nu ook weer nog meer nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van goede therapeutica. Zodat ook mensen die geen goed immuunsysteem hebben of om wat voor reden niet gevaccineerd kunnen of willen worden, dat daar toch ook betere oplossingen voor zijn, mochten ze geïnfecteerd raken en ziek worden. En dan, je hebt gewoon dat hele, die mand van, of die gereedschapskist eigenlijk nodig om ziekte en pandemieën onder controle te brengen. Maar het probleem natuurlijk wel bij deze vaccinaties is dat je opgeleid personeel nodig hebt om die prik te zetten. Zoals met polio, de 2 druppeltjes op een suikerklontje, daar heeft Rotary uitgebreid aan meegewerkt, heb je geen opleiding, ik heb zelf ook gedaan, 2 druppeltjes uitdelen. En dat is natuurlijk zo'n neusspray toch makkelijker dan een vaccin. Ja, maar die neusspray. Ik haal even de vraag voor de mensen thuis. De vraag was eigenlijk dat voor vaccinaties heb je toch opgeleid personeel nodig. Terwijl voor neusspray, dat is dat een stuk eenvoudiger. Daar kwam eigenlijk uw vraag op neer. Ja, dus een neusspray waarmee je vaccineert. Dat bestaat al een griepvaccin wat je via de neus toedient. Het nadeel daarvan is als mensen al een beetje immuun zijn, neutraliseer je het vaccin. Dus dan gebeurt er verder niks. Dus dat werkt goed in kinderen, maar niet in volwassenen. En dat is de meer passieve therapieën. Dan moet je dus blijven sprayen, omdat je dan eigenlijk de antistoffen die een vaccin opwekt, die spuit je dan met dat spreetje in, maar die doen verder niet iets. Het lichaam gaat niet nog meer antistoffen maken. Dus je hebt inderdaad vaccinatie. Daar wordt heel erg aan gewerkt. Ook met pleisters. Dat je via je huid gevaccineerd wordt. Of dus andere vaccinatiemethoden. En dat is ook echt wel wat in de toekomst. Wat nu al heel erg in ontwikkeling is. En wat hopelijk in de toekomst. Bijvoorbeeld dat probleem wat ik net aanhaalde. Van de gebrek aan capaciteit in bepaalde geografieën op de wereld. Kan helpen overkomen. Dat is een heel goed punt, ja. Goeie vraag, dank u wel. Iemand anders die ik de microfoon kan geven? Meneer? Ja, dank u zeer voor uw interessante lezing. Ik heb 2 vragen. Op de eerste plaats, ik heb begrepen dat je onderscheid kunt maken tussen vaccins die gebaseerd zijn op een mRNA-techniek en zeg maar andere vaccins. Onder welke categorie valt Janssen en Janssen? En mijn tweede vraag is, kunt u iets zinnigs zeggen over de lange termijn effecten van uw vaccin? Dat is nogal een heet hangijzer. Is daar iets over te zeggen? Dank u. Dank u wel. Het Janssen-vaccin, wij noemen eigenlijk zowel de RNA-vaccins als het Janssen en AstraZeneca-vaccins, genetische vaccins. En met de ADVAC-vector breng je het DNA in, wat dan in het lichaam, in de cel, wordt omgezet in RNA en dan wordt daar eiwit van gemaakt. En die RNA-vaccins die
komen dus binnen als RNA en daar wordt eiwit van gemaakt. Dus het is één stapje minder. Dat is het verschil. Ja? En de lange termijn effecten, die weten wij nu nog niet. Ja, die First in Human studie is in 2020 de zomer begonnen. Dus die mensen zijn de langst geïnfecteerden tot nu toe. Die zijn bijna twee jaar geleden gevaccineerd. Maar ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat wat die mensen eigenlijk zien is een stukje van dat SARS-CoV-2 virus. Wat je ook binnenkrijgt als je geïnfecteerd bent. Dus de lange termijn effecten van vaccinatie zijn dat je een immuunrespons opgewekt hebt. En dat je dus die kunt... dan heb je dus geheugencellen. Dus op het moment dat je weer geïnfecteerd bent, dan gaat je immuunsysteem wat sneller aan. En dan heb je wat sneller weer antistoffen en goede cellen om afweer tegen de binnenkomende virus te hebben. En als je geïnfecteerd bent geweest, heb je ook die immuunreactie. Dus dat is het wenselijke lange termijn effect. Of er ook onwenselijke lange termijn effecten zijn, dat weten we dus niet van het vaccin. Maar dat weten we ook nog niet van, nou ja, we hebben long covid, wat al vrij dramatisch is. Maar of er nog langere termijn effecten zijn van het doormaken van covid, dat is natuurlijk ook. En dat is eigenlijk wat je voortdurend doet met vaccins. Dus je geeft dat aan iemand die gezond is. Je weet niet of die ooit het virus gaat tegenkomen. Nou ja, met Omicron is die kans natuurlijk wel ietsje groter geworden. Maar dus je moet altijd een afweging maken tussen het risico van het vaccin en het risico op het tegenkomen van het pathogeen of het virus en het risico op ernstige ziekte. En dat is wat eigenlijk de FDA en wat EMA elke keer weer opnieuw doen. Dus ze kijken naar wat zijn eventuele bijwerkingen. En wat kun je ermee voorkomen? En hoe groot is de kans dat je COVID krijgt? Dat is iedere keer de afweging of je wel of geen vaccins inzet. Maar dus echt de langere termijn, ja, dat moet blijken. Maar ons platform is ook in andere programma's gebruikt. En daar hebben wij niet... die studies die worden ook nog steeds vervolgd. Daar hebben wij niet iets gezien, want anders zouden we het natuurlijk niet meer gebruiken. Nog iemand met een vraag of opmerking? u was iets eerder. Okay. Een heel eenvoudige vraag. Hoeveel mensen werken in je team? Oh. Order of magnitude. Nou, kijk, het is dus in het begin waren het er misschien die echt aan het design en aan de dierproeven hebben gewerkt. Dat is dan iets van 100, 150. Maar dan gaan de klinische mensen meewerken. Nou, dan wordt het 200. En dan komen er clinical operations mensen bij. Die dus echt al die sites om al die mensen te gaan prikken en op te volgen. En dan gaat ook de fabriek draaien. Want het vaccin moet natuurlijk ook geproduceerd worden. Voor het geval het zou werken. Dus het is uiteindelijk is het echt duizenden mensen. Ja. Dus we wilden een feestje geven om het te vieren. Ja. Ik vroeg me af, doen jullie inmiddels andere dingen dan COVID-19? Of is het nog steeds COVID-19 wat de klok slaat? Nee, dus we hebben een vaccin tegen respiratoire syncytial virus, RSV. Wat ook een probleem is bij ouderen. En daar hebben we ook al resultaten mee uit een fase 2b-studie. Daar loopt nu een fase 3-studie van. Maar goed, dat was natuurlijk tijdens COVID om klinische studies te doen. En helemaal als je iets doet met een luchtweginfectie, was het nogal verwarrend. Omdat er natuurlijk ook heel veel COVID was. Maar goed, die studie is onderweg. En fingers crossed dat vaccin ook werkt. En mijn collega, ik doe alleen maar virussen. Ik heb ook een collega die de bacteriële vaccins doet. En daar hebben we natuurlijk ook programma's lopen. Ja. Alleen maar virussen? Er zijn heel veel van, weet ik. Ja, ja. Dat, U had ook een vraag, mevrouw. Oh, oké. Okay, ja. Nou, iemand anders nog. Wie heeft er nog een vraag voor professor Schuitenmaker? Nu eerst even die mevrouw, want dan kom ik bij u terug. Ja, het heeft niet direct met jouw verhaal te maken, maar is er iets al meer bekend over de memory response van de vier verschillende soorten vaccins, hè? Dus de twee mRNA's en de Janssen en AstraZeneca.
Ja. Is daar al meer over bekend? Ja. Nou, kijk, nu iedereen boosters krijgt, kun je dus inderdaad zien of er goede... Het is een hele goede vraag, hoor. Want mensen kijken eigenlijk alleen maar naar, geeft zo'n vaccin antistoffen? Maar je wil natuurlijk eigenlijk heel lang beschermd zijn. En het is gewoon bij natuur dat zo'n immuunrespons weer een beetje samentrekt, zoals we dat noemen. Want anders zouden wij niet in dit zaaltje passen. Als je natuurlijk alles wat je ooit in je leven gezien hebt, op volle oorlogsterkte aanwezig houdt. Want dan past je immuunsysteem gewoon niet meer in je lichaam. En daarom hebben we geheugencellen. Dus dat is wat mevrouw zegt. Van geef dat vaccin ook goed immuungeheugen. Dat op het moment dat je veel later het weer tegenkomt, dat je dus weer kan reageren. En daar zien we eigenlijk dat alle vier de vaccins dat redelijk goed doen. Dus iedereen reageert wel goed op een booster. Maar wat we wel zien is dat de respons na die boosterdosis, dus als je een Janssen-vaccin, als mensen Pfizer hebben gehad en je geeft ze daarna Janssen, de respons op het Janssen-vaccin, dat loopt wat langzamer op. Het is een beetje een dieseltje en blijft eigenlijk wat beter aanwezig dan met die RNA's. Dat is wat we nu horen, hè, van dat je dan wel weer even beschermd bent en dat het weer afneemt. Wat dat precies is, weten we niet. Maar met name het RIVM heeft echt heel mooi onderzoek gedaan. Dat sponsoren wij niet, hè. Dat is gewoon onafhankelijk. Maar zij hebben, omdat Janssen toch best nog wel redelijk gebruikt is in Nederland, die vaccins met elkaar kunnen vergelijken. En waar je dan ziet dat die RNA-vaccins, dat die immuunrespons weer een beetje naar beneden gaat, zie je dat het de immuunrespons van het Janssen-vaccin een beetje omhoog gaat. Ja, ik denk het. Wij denken het wel, maar dat hebben we. Dus daar kunnen we over filosoferen. Maar het lijkt erop. Hè, dus vroeger waren die, wat ik ook noemde, die verzwakte virussen, waren eigenlijk de beste vaccins. Want je werd er niet ziek van. Maar je lichaam zag het alsof je echt een infectie doormaakte. En dat is eigenlijk toch nog steeds de beste manier om hele lange, goede geheugenimmunologie te bewerkstelligen. En die adenovirale vector zit een beetje tussenin. Tussen helemaal dood of virus of een stukje en het echte virus. Even los daarvan, we hadden het net al even in het voorgesprek. Waaraan we nu kunnen concluderen dat die vaccins echt wel uitmaken is, want Omicron, nou ja, we accepteren het een beetje. Iedereen denkt, nou, dat is gewoon een slappe variant. Hij verspreidt wel, maar verder niks. Maar als je ziet de situatie in Hongkong en Singapore, waar dus minder goede vaccins zijn gebruikt, waar ouderen ook weigerden om gevaccineerd te worden, daar zie je dat er dus echt een dramatische piek weer is in ziekenhuisopname en doden. Dus die vaccins en onze we hebben onze minister-president en zijn compaan een hoop chaos verweten. Maar daardoor hebben we waarschijnlijk wel redelijk goede groepsimmuniteit. En kunnen we deze variant dus op deze manier wel aan. Ja. Mevrouw, het hier nog een vraag. En daarna ga ik kijken of er nog een laatste vraag is. Kunt u daar vast over nadenken? Heel bijzonder van vandaag in de Volkskrant stond het artikel dat de CEO van Pfizer dit jaar 42 miljoen euro verdiend heeft. En nou, ik niet hoor, als u nee, dat wil nee, vragen. Nee. Ik ook moderne CEO en de anderen. Als we dan kijken op de wereldkaart dat Afrika, delen van Zuid-Amerika, Midden-Amerika nog ineens gevaccineerd zijn. En de World Health Organization hier toch wel een hele coördinerende rol in heeft. Hoe is dit dan in godsnaam mogelijk dat er zoveel geld daarheen gaat, naar één zo'n persoon? Ja, die mening deel ik gewoon. Dat weet ik niet hoe dat gaat. Daar kan ik een mening over geven, maar daar heb ik natuurlijk geen antwoord op. Wat ik wel kan zeggen is dat Pfizer heeft nooit deelgenomen aan dat Operation Warp Speed. Zij hebben gezegd, wij doen dit uit eigen middelen. En wij gaan het ook gewoon voor een prijs in de wereld zetten. En dus zij hebben niet dat... Kijk, wij hebben vroeg besloten, we maken het op not-for-profit basis beschikbaar. Maar wij accepteerden wel de overheidssteun die Amerika gaf. Dus dat was een soort
ik weet niet eens precies hoe het uiteindelijk uitpakt, maar ik denk 60-40 verhouding, waarbij we 60% zelf hebben gefinancierd en 40% steun van de Amerikaanse overheid. Dus er zijn verschillende manieren om die eindstreep te halen en om het te bekostigen. En ja, dat is een beslissing van Pfizer geweest, waardoor zij dus ook gewoon een commerciële prijs vragen voor hun vaccin. Ja. Oh, eerst geen microfoon, dus mensen kunnen. Ik wil even kijken wie de famous last question heeft. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Of heb ik nou de drukte het over? Ja, ik heb de druk iets te hoog opgevoerd misschien, maar gaat u vooral in gang. Nou, ik vroeg me af, u sprak net ook uit van ja, in Azië heb je dan vaccins die minder goed waren blijkbaar. En je had ook nog zoiets als het Sputnik-vaccin uit Rusland. Hoe kan het dat daar dan minder goede vaccins zijn dan die vier hier in het Westen? Nou, ik denk dat Sputnik-vaccin, want... Nou ja, wij maken altijd het grapje. Dat lijkt heel erg op dat van ons. Dus ze zullen wel hebben meegekeken. Hè? Dus daarvan weten we werkelijk niet of het goed werkt of niet. Maar in China hebben ze het hele geïnactiveerde virus bijvoorbeeld geprobeerd. Wat ook gewoon een manier is om te kijken of je op die manier een vaccin kunt maken. En dat geeft gewoon iets minder goede immuunresponsen. Dus het is heel lastig om in China met een buitenlands vaccin binnen te komen. Zij willen dan dat je al je trials overdoet. Ze willen alles, echt alles weten. Daar heb je op dat moment gewoon geen tijd voor. Het is een beetje van, ja, hier heb je de resultaten. Als je het niet vertrouwt, ja, dan komen we later terug. Dat is eigenlijk nog steeds hun policy, dat ze het met hun eigen vaccins willen doen. Nee, dat is hetzelfde. Wilde de vraag herhalen, maar dat ging niet. Nee, dus een geïnactiveerd virus, dus ook u refereerde net al aan het poliovaccin op het suikerklontje, dat was een levend verzwakt. Dus dan nam je een beetje poliovirus, slikte je door en dat ging dan in je darmen zijn werk doen. En sommige reverteerden, dus werden dan alsnog ziekmakend. Dus uiteindelijk is dat wel een beetje een probleem geworden, een groot probleem. Terwijl het vaccin wat wij nu nog gebruiken is geïnactiveerd. Dus dat is poliovirus wat gewoon echt helemaal... Ja, virussen leven niet. Dus ik vind dat zo raar om te zeggen dat ze doodgemaakt worden. Maar het kan helemaal niks meer. Maar er zitten dan nog wel de structuurtjes waartegen je de immuunrespons kunt maken. En dat is wat we tegenwoordig geïnactiveerd poliovaccin in de arm spuiten. En zo, ja, dat zijn gewoon manieren waarop in het verleden en ook nog steeds vaccins worden gemaakt. Ik vond het een mooie laatste vraag. Dank u wel. Ja. Vorige week testte ik positief. Maar dat was geen enkel probleem. Ik was binnen de kortste keren klachtenvrij. En het is te danken onder meer aan het harde werk waar we nu vandaag veel over te horen hebben gekregen. Dus dank u wel en graag nog een applaus voor mevrouw Kruijtenaar.